Vanochtend om 9:15 was het raak bij dit metaalbedrijf in Reuver. Ja, het betreft de afzuiging van een oven. En uiteraard zit daar een motor in om die afzuiging op gang te krijgen. En waarschijnlijk is brand in die motor de oorzaak van de brand. Het vuur in de afzuiginstallatie greep via het luchtkanaalsysteem snel om zich heen. De medewerkers moesten direct naar buiten. Brandweer had een uur nodig om het vuur onder controle te krijgen. Er zijn geen slachtoffers. Het bedrijf is wel ontruimd. Er waren 8 medewerkers aan het werk op dit moment van de brand. En die zijn allemaal buiten en veilig. De straat waar het bedrijf ligt was enige tijd afgesloten. Bij de brand zijn, voor zover bekend, geen gevaarlijke stoffen vrijgekomen.